Trainer Bert Verlosser, 2 weken rust gehad. Vandaag de Koninklijke Leeuw weer verder in de competitie. Een mooie 2-0 overwinning, denk ik. Ja, ik ben er blij mee. Ik wilde ook een resultaat halen tegen Koninklijke UD. Ik heb vorige week Koninklijke UD gezien. Het is een 50-50 wedstrijd, heb ik vooraf gezegd. Koninklijke UD wil ook voetballen. Maar ik denk van joh, na 2 nederlagen en 80% balbezit en geen resultaat, dacht ik terug naar de basis. Ruimte creëren voor mijn aanvallers en hoop op de omschakeling. We hebben vorig jaar veel punten mee gehad. Vandaag heb ik dat maar eens even dat format om even in een dishockey term te spreken weer van stal gehaald. En dat hebben we aardig gedaan. Voor rust hadden we 2 goals. Maar misschien hadden we nog eentje bij moeten maken, 3-0. Neem niet weg dat Koninklijke UD ook al wat kansen heeft gehad. En na rust was het gewoon tegenhouden. En iets wat gelukkige zegen, zo kijk ik er tegenaan. Maar de jongens die hebben keihard geknokt. Ik heb ze ook bewust de afgelopen 2 weken een beetje, 1 keer heb ik met ze getraind. En voorafgaand hebben we nog eens even de puntjes op de i gezet. Ik zei, joh, dit is een herstart van de competitie. We hoeven nergens voor te spelen, maar we kunnen overal van winnen en overal van verliezen. Nou, tegen VNL, waar we eigenlijk van hadden moeten winnen, verliezen we. En nu hadden we ook kunnen verliezen of gelijk spelen, winnen we. Dus dit zijn dan wel gelukkige punten erbij voor Wezepen. Ja, want in die zin heb je dan een verklaring dat het nu het kwartje wel de goede kant op valt. Omdat vaak in die zin dat je zegt van we willen wel, maar dan valt het net de andere kant nog even het weg. Ja, het naïeve waar we tegen VNL tegenaan zijn gelopen, tegen Go Ahead Deventer. Wij voetbalden net als Koninklijke UD lekker naar voren en naar voren en naar voren. En ik zie, want ik heb heel veel wedstrijden de afgelopen weken gezien in het lagere klassenvoetbal. Die blijven allemaal gewoon met 5 op een rij achterop spelen. Dan kun je wel met de bal naar voren lopen en naar voren lopen. Ze schieten de bal overheen en goal tegen. Nou, dat is bij ons ook de afgelopen weken gebeurd. En daar ben ik mee gestopt ook. Ik zei, joh, we gaan weer in de kracht van Wezepen voetballen. Iets in de omschakeling. En dat pakt vandaag goed uit. Ja, vond ik Maarneem een geduchte tegenstander, denk ik. Ja, geduchte tegenstander, klein veld. Dus vorig jaar verloren daar, maar ik zie daar wel wat mogelijkheden. Maar goed, eerst even genieten van deze zegen en dan volgende week Marie nemen.